Dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd voor de Hot Coffee Show. Een hete discussie met je vrienden van Gamersnet. Dit is Peter, ik ben Tom en we gaan weer eens een keer een leuke kwestie aanslingeren. Helemaal geen fuck aan die kwestie van jou. Nee, het is een kut kwestie. Het is zijn kwestie trouwens. Het is mijn kwestie, maar het is wel echt een kwestie. De E3 is verpest. Een stellige stelling. Nee, dat is waar. Het is waar, oké. Okay. Dus we hebben dat kamp al. Ja, oké. Okay. Ik heb een slapeloze nacht ervan. Waarom is de E3 verpest, Peter? Omdat ik alles al weet, Tom. Ik weet alles. Walmart heeft alles verneukt. Bethesda heeft daar een schepje bovenop gedaan. Wij hebben het van de week al gehad, een paar keer in de podcast en zo, over het feit dat, kijk, als Bethesda nou gewoon zijn bakken zat gehouden, dan hadden wij allemaal bij Walmart gedacht, ja, maar is allemaal een grapje. Maar ja, wat gaat Bethesda doen? Die gaat een beetje zijn gebeten hond zitten doen. Ja, je moet Rage helemaal niet verklappen. Waardoor nu alle games die op die lijst staan, voor ons geloofwaardig zijn. Nou, dus ik weet nu dat er een Assassin's Creed komt. Leuk. De mogelijkheid bestaat natuurlijk ook nog steeds dat Walmart wel het een en ander weet, maar ook gewoon een aantal gokjes en gewoon liberties heeft genomen. Nee, dat is niet. Dus Peter is er stellig van overtuigd dat die lek van Walmart dus gewoon alles erop is waar. Dus we krijgen ook een Splinter Cell, Elder Scrolls 6 is bij deze confirmed. Wat zat er nog meer tussen Splinter Cell 6, Creed, volgens mij Watch Dogs, ook Forza Horizons 5 nee, gaat Watch eraan komen. Nee, Watch Dogs niet. En Forza Horizon was een foutje, maar ik geloof en Lego deze DC lijst. Villains. Weet je, dat ze spelfouten maken, heb je nooit op Gamersnet gekeken. Dit is te vroeg gelekt, dus dan zit er nog fout in. Dit is de Walmart, zij verdienen dat daadwerkelijk. Nee, maar dit is gewoon een placeholder, dit is te vroeg gelekt. Het was er nog niet klaar voor, dit had pas 10 juni online gemogen, de dag van de persconferenties. Maar het is gewoon te vroeg gebeurd. Ik hou nog steeds een beetje mijn skepsis rondom die lek. Ik denk van sommige dingen zullen wel waar zijn, andere dingen zijn misschien nog veel verder weg. Zoals een Elder Scrolls 6, misschien wel een reveal, maar niet dat is, net als met Fallout is van hey. Ja, maar zelfs als die gereveeld wordt, vanaf het moment dat die gereveeld wordt, wil Walmart en Bethesda maar één ding, en dat is dat je op die pre-order knop drukt. Dan hoeft er nog geen release datum te zijn, je hoeft niks te laten zien. Nee, dat is waar. Alleen als ze een logo in beeld zijn. Maar zelfs stel dat het allemaal waar is, dan zou ik... Wat is Destiny Comet? Waarschijnlijk de derde expansion. De laatste DLC. Net als met Rise of Iron, dat ze daar wat meer marketing tegenaan gooien. Comet. Wij vinden het Cormac krachtig. Ja, het is Cormac krachtig. Rise of Iron was... Weet je hebt minder toffe Duitse vertalingen ervan. Je had met Rise of Iron had je nog die ijzeren hen of zo was het dan, weet je wel. Dan had ik zoiets van, nice. Nou, dat kan ik commenten nu. Kometen. Dat is niet zwaar, kometen. Waarom zit jij met je Duitse markt in je hoofd? Ik weet niet. Misschien Gamescom is alweer dichtbij. Nee, ik zit nog steeds te denken, de E3... Het is niet verneukt, maar dit is wel een trend van de afgelopen jaren. Dat we net vorig jaar was hetzelfde verhaal. Gewoon voor de E3 lekt net iets te veel uit. De Xbox One S reveal nota bene was ook een dag voordat de Xbox One S gereleased werd. Of in ieder geval onthuld werd. Toen was er al zoiets van, oh Microsoft gaat, weet je al, hadden we al een aantal fotootjes en dergelijke. Ja. En dat vind ik serieus wel naar aan de E3. Dat we steeds, elk jaar maar weer, komen er steeds meer geruchten. Steeds meer reveals van tevoren al. Ja, ik vind het ook jammer. Ja. Maar wat, weet je, het komt ontkracht de E3. Maar het verneukt het niet. Maar het ontkracht wat de E3 sterk maakt. Er zijn drie problemen. Ik ga ze even alle drie bij langs. Ik ben het alle drie eens. Probleem 1. Alle gameplay die de gamejournalisten zien op E3 staan dezelfde seconde op YouTube. Ja. Maakt ons vak minder relevant. Is niet erg. Vooral voor VR en zo is het nog maar fijn dat wij er zijn. En voor bijvoorbeeld Spider-Man. Want ik werd, daar heb ik het al eerder over gehad. Ik heb ik ben gereserveerder voor Spider-Man dan de hele wereld. Want ik geloof niet in trailers. Ik heb de games werk gezien. Bam! Zo even humble brag. Reden 2. Ja, 2. Nummer 2. Is alles wordt van tevoren gelekt. Dus er zijn veel minder verrassingen voordat je er naartoe gaat. Dat is ook wel een dingetje. Ja, dat is wat we nu dus hebben. Dat is wat we nu bespreken. En reden 3. Die ben ik even vergeten. Nee, die ben ik echt. En reden 3. Ik weet hem. Reden 3 is dat je steeds meer publishers hebben en uitgevers, en nou, dat is eigenlijk hetzelfde, maar ontwikkelaars, die zeg maar de pers van tevoren al uitnodigt voordat de E3 is. En waarom doen ze dat? Heel logisch. Maar dat doen ze zodat ze de coverage direct bij de persconferentie hebben of net voor E3. Want als je tijdens de E3 je coverage hebt, dan val je weg tijdens al het nieuws. Dus het aantal games wordt ook kleiner, want Tom heeft er nog niet de nader te noemen trip. Ik heb er nog niet nader te noemen trip van een aantal games van de E3. Daar hoef ik dus ook al geen afspraken meer voor te maken in LA. Want wat zegt die publisher dan? Ja, die gaan jullie al zien. Voordat, hè? Ja, waarschijnlijk dezelfde gameplay of dezelfde trailer of whatever. Ja. Dus eigenlijk, maar ik had het met Salem van de week over. De E3 is zo leuk. Want het is de enige industrie waar echt nog persconferenties zijn. En waar echt een week lang celebrate your hobby.
Dat bestaat nergens. Films hebben dat niet, muziek hebben dat niet. Weet je, dat heet de games. En dat wordt wel langzamerhand steeds minder relevant. Ik weet ook dat er minder game media gaan naar de E3. Op Gamescom is dat al jaren aan de gang. Gaan steeds minder media naar Gamescom. Vinden jullie dat tof? Of hebben jullie zoiets van, ja, jullie zijn toch maar journalisten met een hobby. Blijf lekker thuis. Dat is ook prima. Ik vind thuis ook heel fijn. Dat is de reden dat ik thuisfront dit jaar wou runnen. Leek mij heel leuk weer om weer een keer thuis te zijn. Want ik had zoiets van, ik wil weer aan de andere kant van het verhaal. Ja, maar ik zit bijna aan 10 keer E3. Ik kan niet meer naar huis. Ik moet, dit is mijn 8e. Ik moet die streak hebben. Je moet de streak van 10 halen. Ik weet het. Dus E3 2020. Peter is erbij. Peter is erbij. Alleen dan weten we dus al 3 maanden van tevoren alle games die getoond gaan worden. Ik ga daar gewoon lekker met mijn kop in de zon zitten. Ik haal mijn badge en ik vind het prima. Oh, je haalt ja, wel de badge. Ja, die hang ik elk jaar op. Ja, dat wou ik net zeggen. Dat is een soort van traditionele ceremonie-achtige ritueel offer. Nee, maar ik vind het vanwege die 3 dingen echt... het wordt wel steeds minder. Maar jij zegt het is verneukt. En dat vind ik dit wel echt kut. Ik vind heel veel... Ik zou zeggen het is niet verneukt. Alles wat je noemt, ja, ik ben het ermee eens. Maar ik vind dat het haalt de E3 onderuit. En juist dat we met z'n allen elk jaar naar de E3 gaan kijken. Dat we s'nachts klaar zitten voor de persconferenties. Dat we allemaal hype zijn voor de onthullingen die daar gaan gebeuren. Dat punt wordt ontkracht als we hiermee door blijven gaan. Ja. Als we maar continu meer pers proberen weg te halen bij E3. Als we continu alles voordat de persconferenties zijn al revealen of net te veel teasen. Dat je eigenlijk al weet. En nu denkt Bethesda van ja, dat is goed. Want wij hebben nu heel veel aandacht voor Rage 2. En Rage 2, ik ben mega blij dat die komt. Ik heb er heel veel zin in. Maar dit is een korte termijn visie is het. Als je op de grotere termijn is het belangrijk dat zo'n beurs blijft bestaan. Want die vibe is voor je meest hardcore fans. En die meest hardcore fans zorgen altijd voor hype. Het zijn nooit de casuals. De casuals kijken niet naar de E3. Het zijn de gasten die brullen als ze Kratos uit de schaduw zien lopen. En dat zijn de opiniemakers voor elke game. En dat zijn niet de randoms die wel voor de verkoopcijfers zorgen. Dus ik snap dat die publics die mensen willen bereiken. Maar zo'n E3 week is die week die je jouw favoriete fans gunt. En als we dit allemaal gaan kutten, stoppen, lekken, minder belangrijk maken, dan gaat dat dus weg. En uiteindelijk heb je dan gaat de E3 weg. There, we said it. Hij gaat nooit zijn 2020 halen. Wow. De E3 is dan nee. Ik denk dat de E3 nog wel lang blijft bestaan, maar op deze manier, als we zo doorgaan, als dit verder gaat, dan op een gegeven moment gaat de E3 tegen een lamp lopen. Ja. Wij balen ervan. Wat vinden jullie ervan? Hebben ze zoiets van, joh, piepers met linkse hobbyisten, rechtsvullen, hobbyisten, journo's, fuck jullie. We willen gewoon lekker alles voor YouTube films kijken. Want als wij een vet Spider-Man trailer zien, hoeven wij helemaal niet te weten wat jullie er echt van vinden. Dat heb ik op mijn businesscard staan. Nice. Of hebben jullie zoiets van, nee, de E3 moet blijven, is ons feestje en leuk dat jullie er zijn. Laat het weten in de reacties. Ja. En als je nieuwstelling hebt, drop hem. Oh, en waar ben je benieuwd naar op E3 en wat wil je dat hij gaat checken in Los Angeles? Hij doet het. Of ergens anders op een niet nader te noemen trip. In Londen of in Parijs. Gaat het gebouw nog maar door nu? Ja, dat kan.